Hallo allemaal! Heel erg tof en leuk dat we kijken naar een splitsplit nieuwe kookvideo van Art to Cook. Ik ga vandaag lekkere verse courgettesoep maken. Kijk maar mee. Vergeet me niet te volgen op Instagram @artocook en op YouTube @artocook. Veel kijk en kook en leerplezier gewenst. Heb je allemaal nodig om verse courgettesoep te maken? Natuurlijk verse courgettesoepstukjes, water, olijfolie, kookroom, gesnipperde ui, groentebouillonblokjes, een pan en een staafmixer en natuurlijk ook een fornuis, afzuigkap. En de vuur staat aan, afzuigkap staat aan, licht aan, olijfolie in de pan. Als die warm is, dan kunnen de uitjes erbij. De uitjes zitten in de pan. Nu hebben we lekker goed roeren. En als het goed gevoeld is, dan kun je de zoutjes erin. De uitjes zijn goed. En nu ga ik nog een zetje. De concept zet ik zo door in. En nu goed roeren. De timer op werken nu op 4 minuten en daarna zijn ze gaar. Dan kan je er water bij doen en de bouillon. Ik heb het water en de bouillon in de pan gedaan, want de kookwekker ging af. Nu even zachtjes door laten koken en dan met de staafmix doorblenderen en dan zie je het goed als klaar. Zout hoeft er niet toegevoegd te worden, want het zit al door de groentebouillon heen. Dus dat is zonde om nog meer zout toe te voegen. Goed zien dat de courgettes onder water staan. Dat is goed, maar dat niet helemaal onder water, want dan wordt het te water. Zo is het perfect goed. Ik heb het van het vanuit gehaald. Hij is nu klaar, goed genoeg om te blenderen, dus dat ga ik even doen. Let op bij het blenderen, het kan spetteren. Dus zorg ervoor dat je een schort om hebt als je niet wil dat je kleren vies worden. Zorg ervoor bij het blenderen dat alle stukjes helemaal geblenderd zijn. Hou je van wat stukjes over en vind je dat lekker, mag dat natuurlijk ook. Zoals je nu goed kunt zien, goed kunnen blenderen, ziet er mooi uit. Ik voeg nog even wat kookroom toe. Niet alles natuurlijk, maar een beetje. Dan ga ik met de pollepel even goed roeren. Dan krijg je een lekkere romig en lekker soepje. Je kunt de room natuurlijk ook weglaten. Zo. Het ziet er weer mooi uit. Nou, ik ben heel erg blij met het resultaat. Fijn dat jullie gekeken hebben naar deze kookvideo waarin ik jullie heb laten zien hoe je lekkere verse courgettesoep maakt. Ik ben onwijs blij met het eindresultaat zoals je hier net hebt kunnen zien in de keuken bij mij. Ik ben onwijs blij. Volg mij eventjes op Instagram, @artocook en op YouTube. Vergeet de video ook niet te delen met iedereen in je omgeving. En dan zou ik zeggen, tot de volgende kookvideo van Art to Cook. Houdoe!